Het scholingsinstituut van de vakbeweging in Suriname, CIVUS, heeft gisteren de 25e hoger kaderopleiding afgesloten. De cursisten mochten hun diploma in ontvangst nemen na een opleiding van 6 maanden te hebben gevolgd. Het gaat om de laatste groep van het jaar. CIVUS-directeur Victor Jones riep de afgestudeerden op om hun doelen goed op een rijtje te zetten. Zij moeten behalve het materiële ook het immateriële meenemen in het nieuwe jaar. Wees bereid te werken aan uw eigen ontwikkeling. Creëer daarom mogelijkheden en uitdagingen, zei Jones. Hij gaf verder aan dat ze moesten nagaan wat ze kunnen bieden aan Mama Sranang. Wij vragen vaak genoeg meer dan wat wij geven, zegt hij. We vragen te veel. En daartegenover bieden we veel te weinig. We buiden uit. En het leidt vaak tot een grote mate van hebzucht op alle niveaus. Van topregeringsniveau tot de grond. En dat brengt ons allen tot de afgrond. Regelrecht tot de afgrond. Tot slot, mensen. CIVUS heeft het haast in het afgelopen jaar heel erg moeilijk gehad. Maar in feite moet ik zeggen dat CIVUS het altijd moeilijk gehad heeft. Maar het haast afgelopen jaar wat moeilijker. Aldus Victor Jones, directeur van het scholingsinstituut van de vakbeweging in Suriname. De organisatie hield vrijdag de afsluiting van de 25e hoger kaderopleiding in het CIVUS-gebouw te Geiersvliet.